Yo mensen van ADHD Gaming NL en welkom bij een tutorial. Ik zal even deze op piezel zetten en dan ga ik jullie vertellen wat we gaan bouwen. Want zoals jullie allemaal hebben nog wel kennis, is de Tartarus Hell Archer gebouwen. Ik denk dat jullie vinden het vast wel leuk om even te weten hoe ik die maak. Ik heb een full en lichte frame drop. Ik zal even kijken, 24 FPS. Dit. Top. Wat hebben we daarvoor nodig? Is ook goed. En even kijken. Stone brick. Blocks en stairs. Dan nog limestone clay en greenstone clay. En de texture pack is toch wel belangrijk hierbij, de resource pack Conquest. Ik heb dit in 3D blokken gedaan, dat vind ik vet. We beginnen met deze vorm. Die ziet er zo uit. En dan haal je deze weg. Dan plaats je dit zo. Zodat je deze vorm krijgt. Dan ga je hier weer 2 omhoog. En haal je die onderweg. Dus dan krijgen we dit. En dan doen we zo. En dan hebben we de goede vorm. Heb ik stiekem per ongeluk 1 foutje gemaakt. Dit moet 1 hoger. Zo. Hoppakee. Perfect. Dan ga je hier naartoe en dan doe je 1, 2, 3, 1, 2, 3. Doe ik dat correct? Moet ik even spieken. Ik heb dit te lang niet meer gebouwd. Zo. Helemaal perfect. Dat doen we dan ook hier. Dan maak je deze T's. En aan de andere kant bouwen we ook 1, 2. 1, 2 hetzelfde frame als aan die kant. Dus dat gaan wij eventjes doen. Dan hebben we dit. Wat je dan doet, is je gaat, zoals ik hier al had gedaan, dit patroon een beetje nabouwen. Hoppakee, hoppakee. Hier ook weer 2. En dan de onderste is 3. Zoals je dit krijgt. Dan ga je met deze over de bovenste kant van de logs. Ga je met de green clay. En daar tegenaan plaats jij lime en aan de zijkanten volledig lime. Dan plaats jij hier tegen de zijkant 3. Ga je 1 omhoog, 2 naar buiten en hoppakee. Hoog, buiten en hier weg. Dan pakken wij, doen wij zo 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2. Hier doen we er een omhoog. Doen we nog een keer omhoog en eentje opzij. Dan krijg je namelijk dit dak. Zover hebben we nu dit even voor jullie om het goed te zien. Heen. Dan pakken wij de blocks en de stairs. Wij doen hop, hop en hop. Hieronder plaatsen wij een full block en hier ook een full block. Dus tik, tik, tik,
die overvol was. En die volgende op de volblok. Hier volblok, hier volblok. Zo, 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 zo. Hier doen we iets anders, hier doen we gewoon zo en zo. Zo en zo en daar en daar. En de lange zijkanten doen we zo, zo. Zo, zo, ook een beetje hetzelfde eigenlijk. Hoppakee. En dan hebben we deze vorm. Dan pakken wij ook wood, blocks en stairs. En dat doen we ook met hoe heet het spul? Spruce en birch. Hier tegenaan plaatsen wij birch, birch, birch. Hier kunnen we beter denk ik zo eentje doen. Daar plaatsen wij een grasblok op. Helemaal happy. Hier ook. Hoppakee en hoppakee en een grasblok erop. Dan pakken wij ook. Hier zetten we het daar neer en daar neer. Daar neer en daar neer. Daar neer en daar neer. En daar en daar. Dan in het huisje doen wij ook blokken plaatsen. Hier doen wij een ster. En hier doen wij een full blok. En hier doen wij weer een ster. Dan hebben we de grasblokken niet meer nodig. Tot tenminste nu nog niet. En dan pakken wij trapdoors. De trapdoors die plaatsen wij tegen. Naast de ramen plaatsen we die. Dan pakken wij cobblestone walls en wooden fences. Die plaatsen wij hier zo neer. Hoppakee. Dan is het volgende wat we doen. Is wij pakken birch. En vervangen random hout met birch. Oh, dat was niet de bedoeling. Hoppakee. Zo, en weer naar buiten. Dit weer even fixen. Die er weer bij pakken. Oh.
die. Noemen we ook daar trouwens even tegenaan. Dan, wat je doet is. Jij pakt de slabs. Die plaatsen wij in hier. Die plaatsen wij hier. Hier. En hier. Dat ga je ook randomizen met. Birch. Waardoor je een leuk effect krijgt. Nou hebben wij dit. Wij plaatsen fences op deze plekken. Niet omdat het echt nodig is ofzo, maar wel omdat ik gewoon dingen wil houden, ervan hou om dingen toe te voegen aan mijn builds. Dan pakken wij. Doen wij even denken naar dit glas. Oftewel light blue. En dat plaatsen wij tegen of in de ramen. En op die manier ziet het er alweer zo uit. Dan pakken wij buttons. En nu wij in 1.8 zitten, kunnen wij die ook zo plaatsen. Dat vind ik trouwens wel een leuk ietsje. Want ik ben verslaafd aan details. Zo. Oh, niet alles. Slopen dan. Zo. De stone buttons doen we daar. En dan hebben we nu dit. Ik vind het leuk. Wat we pakken is we pakken de. Oh. Ster of een fence gate. Die is namelijk en dan ook dit. Daarbovenop pakken wij sproevoetsters. En die plaatsen wij er zo boven. Hier plaatsen wij er gewoon ook een dakje boven, omdat wij dat kunnen. Hoppakee. Hot of lots. Dan. Moet ik even denken. Ik heb dit al lang niet meer gebouwd. Dan pakken wij maar even de ladders. Die plaatsen wij hier. 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 En hier. Nou, een flink gedetailleerd gebouwtje. En dan zat ik te denken om maar mooi eens even Jodo aan de zijkanten overal deze dingen te gaan plaatsen.
dan halen we die weg en die weg. Dan pakken wij een log. Plaatsen wij dit tegenaan. Dan gaan wij twee naar voren. Achter zo'n vorige blokje. Eentje zo. En dan doen we het nog even zo. Zo, zo en zo. En zo, en zo, en zo. Nou, dat doen we ook aan de andere kant. Nadat wij deze lijn even hebben gefixt. Zo, en zo. Moet ik weer even spieken. Want ik vergeet zulke dingen heel snel. Iets te snel. Twee naar voren. En hoppakee. En een slapie. Nou. Wat we dan doen is. Wij pakken. En. Even kijken. Die kon niet. Wij pakken weer de Birchwood. En dat gaan we ook randomizen. En de birch stairs. Oh. Hoppakee. En klaar. Als we dat hebben gedaan, pakken wij de. Ja. Ik vind het al wat worden. Pakken we nog even de ladders. Die wil ik ook nog hier namelijk tegenaan. Hoppakee. En dan kijk ik heel even rond. Kunnen we nog heel veel toevoegen? Ja, natuurlijk kunnen wij nog even. We kunnen deze nog even eentje naar voren brengen. En daarmee deze pakken en zo doen. Dat, ik weet niet waarom, maar ik doe dat in ieder geval gewoon. Het is niet nodig. Kan, hoeft niet, niks moet, alles mag. Dan doen we ook aan deze kant. En ook aan deze kant. En dan hebben we dit huisje. Het is iets anders dan de officiële Tartarus Hill Arts huisjes. Maar het lijkt er in principe best nog wel veel op. De inrichting, dat ga ik niet doen. Dat kunnen jullie hopelijk zelf. Inrichting is een beetje lastig in 1.8 vanwege de metadata die er niet meer is. Wat ik heel ernstig vind trouwens. Dat kan ik echt niet handelen. Maar dit is jullie tutorial. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat een like achter als jullie wat van hebben geleerd. Als jullie wat meer tutorials willen van bouwen. Dat was het. Dus laat een like achter. Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. Laat een leuke reactie achter. Deel dit met je vrienden. En dan zie ik jullie in de volgende video. Secrets, if you really look at yourself, you would be speechless. What happened to being doctors and teachers? What happened to being your brother's keeper? Nowadays, kids more worried.